De ouderwetse trolleybus reed deze week weer eens door Arnhem om op verschillende plekken een stop te maken. Met eromheen een man op een circusfiets en een mobiele koffiecar. En dat was niet voor niets. De gemeente had Arnhemmers namelijk uitgenodigd om mee te praten over de plannen voor de komende 20 jaar als het gaat om mobiliteit. Nou ja, mobiliteit gaat over heel veel natuurlijk. Het is iedere dag gaan we naar het werk, naar school, noem maar op. Dus het raakt echt iedereen. En wat wij hebben gezegd, we willen het omdraaien. Nu heeft auto echt heel veel ruimte in Arnhem. Dat neemt ook heel veel ruimte, nog los van de drukte. En we hebben gezegd, we willen het eigenlijk omdraaien. De voetganger moet op de eerste plaats komen, daarna de fietser, daarna openbaar vervoer en pas dan de auto. En we hopen dat Arnhemmers mee willen denken over hoe we dat het best kunnen inrichten, zodat dat we bereikbaar blijven, dat de doorstroming er nog steeds is. Maar dat de stad ook gewoon prettig blijft, groen en dat we op een fijne manier hier kunnen leven. Nou, ik vind het heel goed dat de gemeente initiatief neemt om de burgers hierbij te betrekken. Zo heeft iedereen de mogelijkheid om zijn stem te laten horen en mening te geven. Ik werk hier op een basisschool en wij merken dat er vrij veel auto's... Vrij veel ouders hun kinderen naar school brengen met de auto. Ja. En ja, dat levert natuurlijk aan zich al zijn eigen problemen of moeilijkheden op. Dus dat is alleen maar positief als mensen de auto laten staan. En zeker in zo'n omgeving waar we het veilig willen houden voor de kinderen. Nu heeft u een foldertje gekregen om ook uw mening te gaan geven. Gaat u dat ook echt doen? Ja, ik heb gezien dat er een QR-code op staat. Dus thuis ga ik hem scannen en ik ga hem zeker invullen. De gemeente vraagt dus de betrokkenheid van de Arnhemmers voor het maken van het duurzaam mobiliteitsplan. En daar is deze tour met de trolleybus nog maar het begin van. Daarnaast komen er nog focusgroepen, expertgroepen. En dit is maar de eerste ronde waarin we ophalen wat mensen belangrijk vinden en wat ze nu van mobiliteit in Arnhem vinden. Al die input gaan we verwerken. En dan maken we hopelijk scenario's die mogelijk zijn. En daarna komt de tweede ronde. Dat is dan na de zomer. En gaan we mensen vragen wat ze denken over hoe ze denken over die scenario's die we gemaakt hebben. Ja. Dan gaan we weer verder aan de slag om dat uit te werken. Daarna gaat het plan naar het college als voorstel naar de raad. En uiteindelijk zal de gemeenteraad ergens in december, denk ik, daarover gaan besluiten.